Ik word er zo moe van. Ik vind het toch best lastig, hoor. Ja, maar dit is moeilijk als je dat nooit gedaan hebt. Ik ben Dea van Lieren, ik rijd dressuur, ik zit in het Rabobank talententeam. En vandaag kruip ik in de huid van... IJsbrandje dan, de menner. En we gaan naar de wereldruiter spelen in Normandië. Vooruit. Hop. Het is een samenwerking van dressuur, marathon en vaardigheid. Dus de ene keer moet je heel netjes rijden, net de figuren rijden, dat de paarden goed in de hand staan. De tweede dag is de marathon, dan moet het ongelooflijk snel. Iedere seconde dat je in de hindernis zit, eigenlijk is 2/10 strafpunt. En het laatste onder is de vaardigheidsproef. Ja, dat is weer de beheersing tussen de kegels. Je hebt 15 centimeter ruimte met 4 paarden in de koets, dus ongelooflijk weinig. Ja, dat is het mooiste wat het is. Dea, ik ga eerst even rijden, doe ik het even voor en dan kan jij dadelijk rijden. Want er komt zo ontzettend veel passie uit jou. Waar haal je die passie vandaan? Ja, ik heb gewoon een geweldig team achter me staan. Ik heb ook een geweldig team paarden die ongelooflijk enthousiast zijn, die er ook echt willen. Daar worden ze natuurlijk op geselecteerd. Ja, dat is gewoon onwijs gaaf om daarmee samen te kunnen werken. Ik wil wel eens wat zien voor de koets. Nou, kom maar hoor. Ja, ik vraag me af inderdaad hoe ik met al die pk's om kan gaan. Ik ben heel erg benieuwd en ik hoop dat de IJsbrand mij dat piekfijn uit gaat leggen. Dus je moet eigenlijk wel heel direct aanwezig zijn, dominant. Contact, hè? Makkelijk zitten, rechtuit. Ja. En niet weg laten lopen. Kijk, maar nou loopt het eigenlijk een klein beetje met je weg. Zie je? Oh, ja, ja. Jij bepaalt door de druk in de hand dat ze heel mooi naar je hand te lopen en dan krijg je eigenlijk een eenheid. En wenden, wenden. Ja. En weer rechtuit. Kijk eens, nieuw talent, hè? Heb je dat gezien? Dea, hoe vond je dit? Ja, gaaf, spannend. Ik vond het wel een beetje eng eigenlijk af en toe. Je moet natuurlijk zorgen dat alle 4 of 2 paarden, dat je die in bedwang kan houden. Maar ook de kar moet nog rechtop blijven staan. Als je ziet soms hoe ongelooflijk hard dat gaat, denk ik zo. Daar heb ik wel respect voor. Dat zou ik ze niet zomaar na kunnen doen, denk ik. Nou, IJsbrand, ik vond het super gaaf om een keer te hebben gedaan, een keer meegemaakt te hebben. Maar... ik denk dat toch beter jij dit kan doen dan ik. En heel erg veel succes in Normandië bij de Wereldruiterspelen. Dankjewel. Zet hem op. Kom alles te weten over de Wereldruiterspelen in Normandië. Lees het online magazine op ruitersinoranje.nl.